Hebben we net gezien dat een dief 292 krasloten meeneemt? In de nu volgende zaak nemen drie dieven 228 zonnebrillen mee. En dit zijn de mannen hier achter mij die de brillen in bezit hebben. Of inmiddels verkocht hebben, natuurlijk. Het gebeurt bij Opticien Jansen aan de Nathaliegang in de Zoetermeer. op donderdag 18 april rond half drie 's nachts. De mannen slaan een ruit in met een moker. En dan gaan ze op een hele bijzondere manier te werk. Ze gooien een laken neer en leggen de rekken met brillen stuk voor stuk in dat laken. Ze gaan georganiseerd te werk. Vanaf binnenkomst weet iedereen wat hij moet doen. Het licht is ook nog eens aangesprongen. Maar dat geeft niet alleen hun, maar ook ons nog eens een goed beeld. De kassa wordt ook nog eens meegenomen. En na amper 40 seconden. Vertrekken ze met 228 zonnebrillen? Hoewel het niet erg makkelijk gaat. Ja, Annemarie, hoe zijn ze uiteindelijk weggegaan met al die rekken? Ja, dat weten we niet precies. En we hopen natuurlijk dat mensen ons daar informatie over kunnen verschaffen. Wat wel duidelijk is, is dat het niet al te makkelijk ging. Uh, er zijn er een paar achtergebleven van die rekken, en met name eentje op de juwelam. Ja, en die zonnebrillen, daar weten die dieven uiteindelijk wel raad mee. Hè? Ja, die, die gaan ze verkopen natuurlijk. Er zitten ook merkbrillen bij, onder andere van Reben. Die winkel die is nu opnieuw gedupeerd. Want dit is uh, niet de eerste inbraak, dat is al eerder gebeurd. Ze waren net eigenlijk weer een beetje op orde, alles weer netjes. En dan meteen deze inbraak met heel veel schade en met heel veel buit. Ja, gaat het hier om dezelfde daders? Nou ja, dat weten we niet zeker, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja. Wie weet wie de mannen zijn? Eén heeft een bivakmuts op, maar de andere twee zijn goed in hun gezicht te zien. Het kan ook dat u een zonnebril is aangeboden. Of misschien gaat dat nog gebeuren als het wat beter weer wordt. Bel uw tip door via 60 70 of 0800 7000.